Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Aaltje Salomons, geboren in Arnhem op 25 juni 1888. Mei 1940 woont Aaltje samen met haar twee oudere zussen, zij alle drie zijn winkelierster, in de Nieuwstad 43 in het Arnhemse centrum. Uit De Stille Slag, Joodse Arnhemmers 1933-1945, van Margot Klein. Hoe angstaanjagend de toekomst ook is, de kleine onaangenaamheden van vandaag zijn het dichtste bij, het meest voelbaar. Klanten die een bestelling hebben opgegeven aan de gezusters Salomons voelen zich gedupeerd nu de delicatessenzaak aan de Nieuwstad gesloten en verzegeld is. Er liggen nog suiker, boter, cacao, jam, snoep, meel en andere bonnen. De twee broers Salomons hebben bij hun zusters een pan met ingelegde eieren in de kelder staan en een pot met ingemaakte groenten. Iedereen hoopt op een of andere manier via de politie zijn bonnen of levensmiddelen terug te krijgen. Aaltje en Jetje Salomons komen in Auschwitz om het leven, terwijl Sophie al in de zomer van 1941 op 67-jarige leeftijd was overleden. Aaltje Salomons overleed op 27 november 1942 in Auschwitz. Zij bereikte de leeftijd van 54 jaar.